Hoi, daar ben ik weer met mijn video over wijn. Verleden jaar was ik op vakantie in Alba, in Italië, Noord-Italië, in de Piemonte-streek. En Alba wordt ook wel de wijnhoofdstad van de streek genoemd. En het was echt een geweldig leuk stadje met zo'n leuk pleintje en daaromheen allemaal terrassen. Een leuke fontein in de buurt, kinderen die lekker 's avonds ijsjes aan het eten waren en de mensen eromheen op het terras en lekker mooie wijn aan het drinken waren. En je kon ook super eten. Al met al, je snapt dat ik een ontzettend leuke, gezellige vakantie heb gehad. In de buurt was het hotel, het lag aan de rand van het stadje en daar werden wij verwelkomd met een heerlijke wijn en die ga ik vandaag bespreken. De wijn Chardonnay, L'Altro, uit de Lange. Uit van het huis Pio Cesare. Pio Cesare is een heel bekend klassiek huis en heel bekend daar in de streek. Het is ook gevestigd in die wijnstad in Alba. De bekendste wijnen uit Piemonte, uit die streek, zijn de Barolo en de Barbaresco. Je hebt ook nog Dolcetto, Nebbiolo en allerlei andere wijnen. Maar de Barolo en de Barbaresco die zijn het bekendst. En Pio Cesare is echt een kunstenaar in het maken van hele mooie, typische wijnen die speciaal daar vandaan komen. Maar hij maakt dus ook Chardonnay. En omdat ik het nog geen Barolo-tijd vind, ga ik nu de Chardonnay bespreken. Een heleboel mensen hoor ik altijd zeggen, ik hou niet van Chardonnay. Het is te vol en te vet en te zwaar. Dan zou je deze eens moeten proberen. Deze wijn, deze is een heel mooi, lichte wijn. En in de neus of in de geur is die ook heel fris en heeft mooie citrusgeuren. Zeker ook wel het botertje van de Chardonnay. Maar vooral heerlijk geel fruit wat je ruikt. En dan is die in de smaak heel elegant, heel sappig, maar wel heel krachtig. Je hebt echt wel een mooie wijn. En nou, ik zou al die mensen nog wel eens willen horen, als ze hem proeven, of ze niet van Chardonnay houden. Deze heeft waarschijnlijk, ik denk, kon ik niet helemaal achterkomen, geen hout gehad. Zelfs zou ik zeggen, hij heeft geen hout gehad. En dat is misschien hetgeen waar de meeste mensen zo op afhaken. Als ze in een gemiddeld restaurant Chardonnay vragen, is het vaak zo'n Chardonnay die ook hout gehad heeft. En daarom heeft hij heel veel kruidigheid en kracht. En heeft hij vaak dat je echt dat hout wel proeft. En daar kunnen mensen zo op afhaken en kiezen daarom voor Sauvignon Blanc. Maar nou, ik vind het een fantastische wijn. Heerlijk, opwekkend, een mooie, droge, witte wijn. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je dit een leuk weekend gaat hebben. Ga ervan genieten, wees lief voor elkaar en kies een mooie wijn, hè. Dag!